Hallo, weerstand, glijdbaarheid en de wet van Ohm. Ohm, wat heeft je Ohm ermee te maken? Je begrijpt natuurlijk wel weer, Ohm is natuurlijk weer zo'n natuurkundige die zijn naam heeft geleend aan een eenheid en in dit geval zelfs aan een wet. We zullen deze later weer tegenkomen, maar eerst gaan we gewoon van start. Kijk, we beginnen weer met een batterijtje en op het batterijtje doen we dus een keer geen lamp of lampje, maar een kokertje. En dat kokertje, dat noemen we een geleider. Daar gaat gewoon stroom doorheen. Het kan stroom geleiden. Gaan we niet met tekeningetjes werken, hoewel dat misschien wel leuk is, maar praktisch is het niet. We gaan werken met symbolen. Batterij, die heb je al een keer eerder gezien. En voor een geleider is het een klein rechthoekje. Een geleider, dat noemen we ook wel eens gewoon een weerstand. Dan hebben we die naam ook meteen maar weer gehad. Goed, een batterij dus, stel je voor 4 volt. En dan gaat er een stroom lopen en de stroom gaat lopen van plus naar min. Dat is de afspraak, zoals je weet. Stiekem gaan de elektronen natuurlijk de andere kant op, maar stroomrichting is van plus naar min. En er gaat een stroom lopen en dat is de stroomsterkte en dat wordt uitgedrukt in ampère. En in dit geval is de stroomsterkte 200 milliampère, maar let op, milliampère, we gaan zo meteen natuurlijk wel naar ampères doen, dus 200 milliampère is 0,2 ampère. De stroomsterkte is overal 200 milliampère, dus hier is hij 200 milliampère, daar 200 milliampère, daar 200 milliampère, hier 200 milliampère. Sterker nog, zelfs in de batterij loopt een stroom van 200 milliampère, overal in de hele stroomsterkte. Dat is het geval met de spanning. De spanning is aan de rechterkant 4 volt. En overal hier is hij 4 volt. En in de geleider, daar gebeurt het. In de geleider gaat hij van 4 volt naar 0 volt. En hier is hij weer overal 0 volt. Stel je voor, we gaan de spanning vergroten van 4 naar 8 volt. Dan zul je zien dat de stroomsterkte ook twee keer zo groot wordt. Dus spanning twee keer zo groot, stroomsterkte twee keer zo groot. En ook drie keer zo groot de spanning, dan wordt I, de stroomsterkte, ook drie keer zo groot. En dat kunnen we ook doen met precies vier keer zo groot. Oftewel, als we dat even mooi op een rijtje zetten, dan zie je dus dat de spanning en de stroomsterkte, die zijn recht evenredig met elkaar. Als U twee keer zo groot wordt, wordt I ook twee keer zo groot. Wordt U drie keer zo groot, dan wordt I ook drie keer zo groot. En als je dus met een recht evenredigheid ze op elkaar gaat delen, dan blijkt dat dus U gedeeld door I altijd een constant getal is. U gedeeld door I is altijd hetzelfde getal. En dat kun je ook weer mooi zien in een grafiekje. Ja, een mooie rechte lijn door de oorsprong. Dat betekent dus dat U en I recht evenredig met elkaar zijn. En die constante, dat is de weerstand van de geleider. De weerstand van de geleider, dat is de constante. En je kunt de weerstand omschrijven als van, die geeft aan hoe sterk de stroomsterkte wordt tegengehouden. Een hoge weerstand betekent dus dat de stroomsterkte sterk wordt tegengehouden. Je krijgt dus een lage stroomsterkte. Het symbool voor de weerstand is de hoofdletter R. Dat is van het Engelse woord resistance. En de eenheid is ohm. Ja, ohm. Let op, niet OOM, maar OHM. Hoe kun je de weerstand berekenen? Wel, dat was die constante U gedeeld door I, die we zo net hebben gedaan. Ja, waarbij dus U de spanning is in volt. I is de stroomsterkte, let op, in ampère, niet in milliampère dus, maar het moet in ampère. En dan krijg je tenslotte de weerstand. En dat is in ohm. En kijk, dit is weer meneer ohm.
Ja, die heeft dus hier onderzoek aan gedaan. Nou, kijk, hier zie je een draad en daar zie je allemaal elektronen, vrije elektronen zoals je weet. En die stromen bijna ongestoord, dus de stroomsterkte is behoorlijk hoog en dat komt omdat het een lage weerstand is. Deze draad heeft een lage weerstand. Bijvoorbeeld, stel je voor, de weerstand is 10 ohm en de stroomsterkte die daar loopt is 4 ampère. Zomaar een voorbeeld. Maar als we nu de draad een beetje inknijpen, ja, dan gaan die elektronen daar wat minder makkelijk doorheen. En dat betekent dus dat de weerstand hoger wordt. En weerstand hoger betekent dus de stroomsterkte lager. Dus stel je voor, de weerstand wordt dan 20 ohm. Ja, de stroomsterkte zal dan lager worden. En het kan nog erger. Kijk, ja, maar een heel klein deeltje blijft over. De weerstand is dus nog hoger geworden voor de stroomsterkte. Ja, 40 ohm en 1 ampère slechts. In plaats van weerstand kunnen we ook spreken over geleidbaarheid. Die twee zijn eigenlijk precies tegengesteld. Als het een hoge weerstand is, betekent dus dat het weinig geleidt. Dus geleidbaarheid is dan juist heel laag en omgekeerd. Dus geleidbaarheid, dat geeft aan hoe makkelijk kan een stroomsterkte er doorheen. Ja, let op, het is dus precies het tegengestelde van weerstand. Hoe sterk wordt de stroomsterkte tegengehouden en hier hoe makkelijk kan de stroomsterkte er doorheen. Het symbool voor geleidbaarheid is de hoofdletter G, niet al te moeilijk. De eenheid van geleidbaarheid, dat wordt een S en dat is de Siemens. Siemens is dus de eenheid van geleidbaarheid. En de weerstand is U gedeeld door I. En omdat dus geleidbaarheid het omgekeerde is, is de formule voor geleidbaarheid ook het omgekeerde van die van R. Dus die is I gedeeld door U. R en G zijn tegengesteld. Oftewel, de geleidbaarheid is het omgekeerde van R. En je kunt ook zeggen, R is het omgekeerde van G. Nou, die Siemens is natuurlijk ook weer afgeleid van een natuurkundige. Kijk, dit is meneer Siemens, Werner Siemens heet hij. Ja, voor mij mag je op zich best een keer naar de kapper toe, maar in die tijd was het ongetwijfeld mode. Maar dat eventjes terzijde. Eventjes samenvattend, kijk, hier is de stroomsterkte hoog. En hoge stroomsterkte betekent dus, de weerstand is laag, ja, en de geleidbaarheid is hoog. Als R bijvoorbeeld 2 ohm is, dan is de geleidbaarheid 1 gedeeld door 2, is een halve Siemens. Als je de stroomsterkte laag doet, dus je knijpt het draadje even in, zodat de elektroon wat meer moeite moet doen, dan heb je dus een lage stroomsterkte. Dus is de weerstand hoog en de geleidbaarheid is juist laag. Bijvoorbeeld, stel voor, je hebt een weerstand van 100 ohm, dan is de geleidbaarheid slechts 1/100ste, dus is die 0,01 Siemens. Oké, eventjes een paar korte oefeningetjes achter elkaar. Stel je voor, je hebt een batterij, 24 volt, je meet een stroomsterkte van 800 mA. Hoe groot is dan de weerstand die hier is geschakeld? Eventjes voor jezelf. Ja, ik wacht even. Althans, druk even op pauze. Ik ga wel eens gewoon verder natuurlijk. Maar druk even op pauze. Bereken even R. Oké. R is U gedeeld door I. Ja, het enige waar je goed op moet letten is dus dat je I invult in amperes. Dus gedeeld door 0,8. En dan krijg je als antwoord 30 ohm. Oké. Goed. Voorbeeld 2. De spanning is nu gegeven, alweer gegeven, 40 volt. Maar nu, in plaats van de stroomsterkte, weet ik de weerstand. De weerstand is 10 kilo ohm. Hoe groot is de stroomsterkte? Klik even weer op pauze om het zelf uit te vogelen. R is U gedeeld door I. Dus, hoe groot is I dan? Dan is I U gedeeld door R. Je kunt voor U gewoon 40 invullen en let op voor R, het moet in ohm worden ingevuld. Dus 10 kilo ohm
is 10.000 ohm, want de kilo staat voor 1000. Dit uitrekenen is 0,004. Vergeet niet de laatste 0 ook erbij te zetten in verband met de significantie. En in plaats van 0,004 kun je natuurlijk beter opschrijven 4 mA en 4,0 vanwege de significantie. Oké, voorbeeld 3. Gevraagd wat nu, wat is de spanning als je weet dat de weerstand 23 ohm is en de stroomsterkte is 10 ampère? Even op de pauzeknop. Oké. Als R is U gedeeld door I, dan is dus U gelijk aan I maal R. Ampère en ohm staat mooi gegeven, dus ik kan het rechtstreeks invullen. 10 maal 23 is 230 volt, maar in verband met significantie natuurlijk 2,3 keer 10 tot de macht 2. En ik hoop dat je het ziet van hey, 230 volt, dat is inderdaad precies gelijk aan de netspanning. Oké. We hebben zo net zo'n mooi kokertje gehad. We kunnen natuurlijk ook toch nog weer een lampje erbij doen. Ja, dus in plaats van een kokertje krijgen we dan hier een lampje. Stroomsterkte loopt en ik heb alles meteen opgeschreven. En het blijkt dus dat als je een lampje doet, dat dan U gedeeld door I niet een constant getal is. Die varieert iedere keer. Dus ja, die constante, dat is niet voor iedere geleider. Ja, een lampje is natuurlijk ook een geleider. Dus je mag niet altijd zomaar uitgaan dat U gedeeld door I constant is. Nee, dat geldt alleen voor zogenaamde ohmse weerstanden. Ja, een ohmse weerstand, daarvoor geldt dat U gedeeld door I constant is. Dus dat dan de weerstand altijd constant is. En een lampje is dat in ieder geval zeker niet. Oké, een geleider, ja, een stuk draad is een geleider. En waar hangt nou de weerstand van een draad van af? Ik hoop dat het eerste wat in je opkomt, dat dan is de lengte. Ja, want lengte van de draad, als je bijvoorbeeld een drie keer zo lange draad maakt, ja, dan zal ook de weerstand drie keer zo groot worden. Ja, die elektronen moeten drie keer zo ver rondlopen. Dus dat is altijd wel vervelend voor zo'n elektron. Dat is de lengte. De tweede is de... Precies. Ja, let op, ik zeg hier dat het afhangt van A. En A, dat noemen we de doorsnede. En doorsnede is niet, let op, is niet de dikte of de diameter van het draad. Nee, het is het oppervlak van het draad als je hem door het midden snijdt. We noemen het ook wel eens de dwarsdoorsnede. Dus het is het oppervlak van, in dit geval een mooi stukje draad, is meestal cirkelvormig. En dan is dus het oppervlak een kwart pi d kwadraat, waarbij d de diameter is. Ja, dus let op, de doorsnede van het draad is oppervlak. Ja, en als het oppervlak dus drie keer zo groot wordt, dan is het natuurlijk veel makkelijker voor de elektronen om er doorheen te gaan. Want ja, je hebt gewoon een veel breder stuk om doorheen te gaan. Dus als het doorsnede groter wordt, dan wordt de weerstand kleiner. Ja, dus dat is dus net andersom bij de lengte. Ja, bij de lengte was een grotere lengte wat een grotere weerstand. Maar bij de doorsnede, een grotere doorsnede, wat een kleiner weerstand. Die twee zijn tegengesteld. Dan is er nog een derde ding waar de weerstand van draad van afhangt. En dat is van, nou, denk maar eens aan dat je een weerstand, koperdraad hebt of je hebt een draad van nylon. Ja, dan is dus duidelijk dat een nylondraad niet zo goed glijdt. Sterker nog, hij glijdt totaal niet. Maar het gaat dus eventjes om dat. Het soort materiaal is weer van belang. Het materiaal. Dus koper is beter glijder dan zink. Zink glijdt wel, maar minder dan koper. Samengevat. Hoe kun je de weerstand van een willekeurig stukje draad berekenen? Wel, R is gelijk aan. We beginnen met een Griekse letter, die Griekse letter is rho, die heb je ongetwijfeld wel eens een keer gezien bij soortelijke massa of dichtheid. Maar
We hebben hem ook bij weerstand en we noemen hem hier soortelijke weerstand. Nou, soortelijke weerstand, dat geeft dus aan van de materiaalafhankelijkheid. Per soort materiaal is de soortelijke weerstand weer anders. Dan, weerstand is dus soortelijke weerstand maal de lengte. Een grotere lengte betekent groter weerstand. Ja, de lengte moet in meters, let op, in meters. En tenslotte deel je nog door de doorsnede. En de doorsnede moet in vierkante meters. Dus vierkante meters. Eventjes weer over die soortelijke weerstand. Die soortelijke weerstand is per materiaal anders. En daarvoor hebben we natuurlijk BINA's. In tabel 8, maar voor metaal ook tabel 9, daar vind je voor allerlei soorten materialen, ja, allerlei soorten materialen vind je de soortelijke weerstand. En de soortelijke weerstand, ja, je ziet waar hij staat, helemaal aan de rechterkant. En als we bijvoorbeeld koper bekijken, ja, koper, dan heeft hij dus een soortelijke weerstand van, hier staat hij, 17. Ja, 17. Ja, let op, niet 17, maar je moet altijd kijken van, hé, wat staat hier boven? Nou, hier staat boven nog 10 tot de macht min 9 en dan de eenheid. De eenheid van soortelijke weerstand is ohm maal meter. Dus soortelijke weerstand van koper is niet 17, nee, is 17 maal 10 tot de macht min 9 ohm meter. Even een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt een 25 meter lange draad. Ja, een draad van tin en de diameter is 1,5 mm. Wat is dan de weerstand van dat stuk draad? Druk even op pauze en probeer zelf eventjes op te lossen. Je begint natuurlijk met, hey, welke gegevens heb ik hier? Nou, ja, als gegevens heb je hier de lengte, 25 meter, de diameter 1,5 mm en het soort materiaal tin. Dus dan kun je met R is rho maal L gedeeld door A de weerstand berekenen. Eerst eventjes rho, de soortelijke weerstand. Ja, het is tin, dus je pakt BINA's, je zoekt op tin en dan zie je dus dat de soortelijke weerstand 115 maal 10 tot de macht min 9 is. 115 maal 10 tot de macht min 9 ohm meter. Lengte 25 meter en de doorsnede, let op, doorsnede is niet 1,5, want de doorsnede is het oppervlak, dus je moet die eerst berekenen. En voor de berekening ga ik de diameter in meters invullen, want als je de diameter in meters invult, krijg je het eindantwoord ook meteen in vierkante meters. En A moest je in vierkante meters invullen. Goed, rho heb je, L heb je, A heb je, kwestie van invullen. En dan krijg je, als je dit allemaal uitrekent, en niet een verkeerde oefening, als je dat nu niet hebt gedaan, om dit inderdaad ook echt met je eigen rekenmachine uit te rekenen. Want vooral gedeeld door 10 tot de macht min 6 wil nog wel eens fout gaan. Dus ik raad je aan, doe dat toch ook even zelf. En kijk even of je inderdaad dan eruit krijgt. 1,6 ohm. Hehe, dat is wel weer een lange presentatie geweest. Dus wat moeten we daar nu aan doen? En dat is een goed idee. Tot ziens.